Hallo, het is vrijdagmiddag 5 april. Ik heb het vandaag al een paar keer gezegd. Ja, het is 5 april, vrijdagmiddag en ik neem een nieuwe filmpje op. Welkom, welkom bij mijn breipraat. Leuk dat je erbij bent. Ik kijk even of ik me goed aangekleed heb. Ja, dat heb ik. Hallo, welkom bij mijn breipraat, filmpje nummer 24. Het gaat over sokken en meer, maar voornamelijk over sokken vandaag. Daar heb ik vorige week al voor gewaarschuwd. En ja, sokken breien is wel een van mijn grootste passies. Breien in het algemeen wel, maar vooral sokken. Ja, daar gaat mijn hart sneller van kloppen. Leuk dat je kijkt. Leuk dat je er voor de eerste keer, als je er voor de eerste keer bij bent. Super leuk dat je er voor de eerste keer bij bent. Als je me al vaker gekeken hebt, leuk dat je terug bent. Filmpje nummer 24. Ik zal mezelf nog een keer voorstellen. Ik ben Ineke. Je hebt me hier gevonden op YouTube, waar ik de naam Luna Ster Knit heb. Op Instagram en op Ravelry heb ik ook de naam Luna Ster Knit en kun je me vinden. Op Ravelry kun je mijn breipatronen vinden die ik heb ontworpen voor voornamelijk sokken en handschoenen en een muts. En op Instagram plaats ik foto's van waar ik mee bezig ben. Maar de laatste tijd ben ik heel druk bezig. Maar heb ik weinig foto's geplaatst. Ik ben daar schuldig aan. Het spijt me. Ik zal proberen mijn leven te beteren. Maar ja, ik doe mee aan een sokkenbreiwedstrijd. En dat slurpt aanzienlijk wat tijd die ik heb op. En dat geeft niet. Dat heb ik ervoor over. Ik vind het heel erg leuk om eraan mee te doen. En ik ga er vandaag ook wat over vertellen natuurlijk. Sock Madness ronde 3 is gestart. Maar voordat ik daaraan begin, wil ik eerst, ja, ik heb iets af. Niet wat ik aan heb, want dat heb ik al eerder afgemaakt. Maar dit is mijn Soldotna truitje. Die heb ik gebreid in januari. Ik heb daar een hele video aan gewijd. Die zal ik hier linken of hier. Daar komt er zo'n klein dingetje. Dan kun je deze video zien waarin ik alles vertel over dit patroon. Ik ben heel blij met het truitje. Ik draag hem ook echt heel graag. Nog steeds wel met iets met lange mouwen eronder. Niet omdat de wol kriebelt, maar gewoon omdat het weer er nog niet naar geweest is. En ja, tegen de tijd dat het weer erna is, ja, dan kan ik hem lekker zonder t-shirt eronder dragen. En daar kijk ik ook heel erg naar uit. Dus ja, de wol kocht ik toen ik op vakantie was in Canada vorig jaar in september. En dus het is een hele fijne herinnering aan een hele mooie vakantie. Heel bijzonder was voor mij op heel veel vlakken. Dus ja, en heel blij met de kleurkeuze die ik heb gedaan. Ik noem wel eens mijn aardbeidjes. Hè. Onderaan zitten die kleine vlootjes in grijs en roze, in het donkerrood. En het lijkt net een aardbeidjesshirt. Maar als ik hem zo aan heb, zie je het niet zo heel erg. Af en toe rommelt mijn buik heel erg, sorry. Ik heb geen honger, maar ik heb net even snel mijn thee opgedronken. En dat is zijn mijn darmen, geloof ik, nu aan het verwerken. Iets te snel gegaan. Maar dit heb ik niet af, ik heb iets anders af. Ik ga het even pakken, het ligt daar op het bed. Dus ik moet even opzij. Ik heb iets anders af. Ik was er al een tijdje mee bezig, maar doordat ik meedoe aan de Sock Madness... Ja, als er dan een nieuwe ronde begint, dan gooi ik alles waar ik mee bezig ben aan de kant. En pak ik het later weer op. Maar ik heb mijn Verticus Unite af. Het is een sjaal. Ik ben er heel blij mee dat hij af is. Het is een patroon van Steven West. Verticus Unite kun je in 2 maten maken. Je kan hem zo dragen. Of ja, anders... Je kunt op verschillende manieren dragen. Het is een beetje in een driehoekig model. Maar doordat je de verschillende stukken in verschillende kleuren hebt gebruikt, kun je hem door op verschillende manieren te dragen, is die elke keer anders. Het is een heel erg leuk patroon, modulair gebreid. Dat wil zeggen dat je breidt het in stukken. Die stukken brei je wel aan elkaar. Je begint met deze, wat ik dan blauw en wit gedaan heb. Dat maak je in een soort... grote driehoek, dit is wel echt een groot stuk. Dan ga je naar deel 2. Ik heb daar denk ik iets verkeerds gedaan, want het was bij mij heel snel klaar. En dan komt deel 3, wat best een behoorlijk stuk is, maar ja, wat ook wel leuk is. En dan ga je verder naar 4, 5 en 6 en maak je het af met een I-cord rand. En ik heb het garen wat ik hiervoor gebruikt heb, had ik over van mijn Esther truitje. Dat is Novita Nalle, is een sok
Een sport weet garen, op sokbasis wel, polyamide en wol, maar is een heel fijn garen. Ik heb hem al gewassen en geblokt, dus hij stond op mijn lijstje om te maken voor maart. Dat is niet helemaal gelukt. Ik had hem begin april af. Ja, dat had onder andere te maken met de sokmantis en met de lancering van en ontwerpen van een nieuw patroon. En maar goed, ik ben er alsnog erg blij mee. En ik heb hem al een paar keer gedragen. Lekker zo. Ik zal hem nu niet omdoen. Maar ik ben er heel erg blij mee. Want met dit is het niet zo mooi. Ik zou hem, het patroon is in twee maten. Een small en een large. Of een small en medium. Twee maten, kleine en een grote maat. En dit is de kleinste maat. En ik zou zeker, wil ik nog een keer de grotere maat maken. En dan heb ik heel veel restjes alpaca garen. En die wil ik daarvoor gebruiken. Maar ik ga eens kijken wat ik nou allemaal heb. En misschien moet ik wat kleuren voor, vooral voor dit grote stuk. Denk ik dat ik iets moet bijbestellen in alpaca garen, maar dat ga ik zeker doen, maar nu niet op dit moment, maar een andere keer wil ik dat zeker doen. Het is echt een heel leuk project, ook om aan te werken, zeker omdat het in secties wordt gebreid. Dan denk je, oh, nog één stukje, want dan is dit deel klaar, hè? Je begint deel 1 met streepjes heen en weer, je begint klein, je gaat steeds groter. En dan uiteindelijk kant je dat af en dan ga je die andere punten aanmaken. En het is zo een uitdagend patroon. Je wil dan weten hoe het verder gaat. Je wil weten, ja, ook benieuwd hoe de kleuren bij elkaar komen. En ik vond het een heel leuk werk om mee bezig te zijn. En zodra ik daar de tijd voor had, heb ik dat dan gepakt. Dit is toch zo mooi, al die kleuren die zo in zo'n punt bij elkaar komen. Ja, ik vind het heerlijk. De volgende die ik zou ik maken in iets fellere kleuren. Misschien dit is wat gedekter in grijs en blauw en bruin tinten. Ik zou dat beige nog wel nog een keer willen gebruiken in deze sjaal. En dan combineren misschien met wat tinten groen. Of roze rood ben ik ook wel aardig van gecharmeerd. Maar met heel veel tinten groen lijkt het me ook erg mooi. Maar ja, ik moet even kijken wat ik aan restjes heb. En wanneer ik daar tijd voor heb. Maar ja, mijn tijd is, ik heb ideeën genoeg, maar dan denk ik, oh, maar dit vind ik ook leuk en oh, en dat vind ik ook mooi. En dan besteed ik mijn tijd heel snel aan andere dingen waarvan ik denk, ja, dat vind ik ook heel erg leuk. Maar dat geeft natuurlijk niks, want het is sowieso geen verplichting om te breien en er is ook geen volgorde van, oh, nu moet je dit maken of nu moet je dat maken. Ik heb heel veel patronen die ik op mijn wenslijstje had staan, zoals ook deze Soldotna. Die wilde ik steeds op maken, omdat mijn vorige in de was was gekrompen. Maar heeft toch ook wel ruim een jaar geduurd voordat ik eraan ging beginnen. Dus het is ook niet zo heel erg als het wat langer duurt voordat een werkje nog een keer terugkomt. En ja, het is ook wel, kijk, als je iets veel keer achter elkaar maakt, is het makkelijk, want dan weet je ongeveer wat je te wachten staat en wat je kunt verwachten. Maar het is ook leuk om jezelf een beetje uit te dagen, hè? Waar ik het vorige week had ik het ook over, dat dan eventjes een frisse wind door je hoofd gaat, zodat je een beetje uit je comfortzone getrokken wordt. Ik vind dat wel heel erg fijn. Dus dit is ook wat ik af heb deze week. Ik neem altijd mijn filmpje op vrijdag en daarna begon natuurlijk het paasweekend. Daarna heb ik erg veel gewerkt en dan heb ik gewoon wat minder breitijd en dat geeft niet, dat heeft iedereen natuurlijk. Maar ik doe ook mee aan de Sock Madness en wat wil het geval, op woensdag kwam het nieuwe patroon voor de derde ronde van de Sock Madness uit. De Sock Madness is natuurlijk een wedstrijd sokken breien op snelheid. En ik heb vanaf woensdag elke dag een kort filmpje opgenomen tot vandaag. Tot zojuist. En waarin ik mijn avontuur vastleg op de Madness. Dus dat voeg ik hier even in. Zo, daar ben ik weer. Even kijken hoor, ik zit een beetje scheef. Zo, denk ik, zo beter. Ja. Hallo, daar ben ik weer. Vandaag is het 2 april.
Ja, paasdagen zijn voorbij en ik ging vanmorgen werken. Ik had vroege dienst en ik keek even in het forum van de Sock Madness en ik zag dat de specifications zijn gekomen voor ronde 3. Want ja, net voor Pasen was de ronde afgelopen en ja, zeiden ze prettige paasdagen. Dus ik had eigenlijk misschien verwacht maandag of verwacht of gehoopt dat we maandag het nieuwe patroon zouden krijgen. Maar dat was niet het geval. En vandaag is het dinsdag en is er tot nu toe nog geen patroon. Dus 12 uur geleden kwamen de specifications voor ronde 3. Dan weet je dat binnen 48 uur het patroon eraan komt. Dan heb je de tijd om garen op te zoeken. En ik lees het even voor. Je hebt 2 kleuren garen nodig. Sokyarn, fingering weight en contrastkleur 2. 5 tot 8 gram lace yarn. Dus ja, dat de cobweb, lace of gewoon. En ze contrast 1 en 2 hebben ook nog een goed contrast moet er zijn. Oh, dat had ik even niet gelezen. Sorry. Nou ja, dus ik vind het altijd heel erg lastig om mij in te beelden ja, hoe dat er dan uit moet zien. Maar ik vind het altijd wel leuk om van tevoren een beetje te kijken ja, waar mijn voorkeur naar uitgaat. Ik had een beetje gekeken, maar dus niet gekeken naar contrast. Dus ik moet nog eventjes opnieuw gaan kijken. Ik had in ieder geval deze 2 bollen als mogelijke kanshebber. Eentje uit mijn Opal abonnement en 1 Active... Oh, zit hij er nog op zijn kop? Opal abonnement en eentje Active. Het Opal abonnement heb ik een tijdje gehad, maar heb ik afgezegd. Omdat ik eigenlijk genoeg heb eventjes. Ik wil eventjes een beetje uit mijn voorraad opmaken. En een lace yarn. Ja, ik vond dat moeilijk. Ik heb dat eigenlijk niet zo heel erg. Maar ik vond nog wel wat Holst Coast. Ik heb wel lace yarn, maar dat is dan mohair. En ik ben bang dat de sokken dan toch een keer in de wasmachine verdwijnen met de mohair. Ik heb daar wel heel veel kleurtjes in. Ik zal het eens even pakken. Ik heb dus even mijn mohair voorraad erbij gepakt. Ja, daar heb ik wel heel veel kleurtjes in. En ook wel eigenlijk wat ik voor contrast, iets wat ik voor contrast kan gebruiken bij deze 2. Maar ik vind het altijd wel fijn om het patroon te bekijken en dan te bedenken ja, welke kleur ik, wat voor garen ik zou gaan gebruiken. Ik heb dit bijvoorbeeld, en volgens mij is dit niet echt een, is een mooi, ook mohair zijde. Dit is natuurlijk wel een fijne met een contrast, maar ja, je zou denken rood. Nou ja, zo kan ik dus die hele bak doorgaan. Dit is wel heel dun. Dit is wel het dunne, want dat Holst Coast is natuurlijk ook wel redelijk dun. Maar ik denk dat dit is echt wel heel dun. En ik weet ook niet hoe het in het patroon eruit gaat zien. Ja, dit is natuurlijk zo haarfluffy. Maar ander dun garen dan dit heb ik eigenlijk niet. Of ik moet dat dunne garen gebruiken wat ik heb gekregen van Knit Shop Italy. Dit is natuurlijk ook wel heel dun. En als je maar 8 gram nodig hebt, of ja, heel weinig dus, zou ik dit er ook voor kunnen gebruiken. Dus ja, snap mijn... het is lekker handig ook. Goed voorbereid. Ik ben goed voorbereid. Nee, ik ben niet goed voorbereid. Maar ja, ik vind het altijd wel leuk om even tussen mijn wolletjes te kijken wat ik denk dat ik kan gaan gebruiken. En dan om alvast een idee te krijgen van wat ik zou kunnen gebruiken voor als het patroon ineens toch valt. Morgen en overmorgen heb ik 2 vroege diensten, dus ik ben bang dat het patroon ergens morgenochtend gaat vallen. En ja, dan moet ik maar even zien hoe ver ik kom. Geef ook niet. Ik heb al vrede mee met hoe ver ik gekomen ben, maar ik ga strijdend ten onder. Dit is wel een goede contrasterende combinatie. Nou, ik laat het hier even bij. Ik ga wel... Nou, kijk hoor, zit ik aan. Nou, welkom vanuit het Hobby Hoofdkwartier, daar ben ik weer. Vandaag is het 3 april en gisteren ochtend heel vroeg waren de specificaties van de volgende sok van de derde ronde van de Sock Madness online gekomen. Ik heb gisteren ook een stukje gefilmd, maar het was uiteindelijk zo'n wazig verhaal geworden en met zoveel bolle wol had ik in de ronde zitten zwaaien dat ik dacht, nou, ik doe eventjes mijn verhaal opnieuw.
We hadden de specificaties gekregen voor de sok en de bedoeling was dat je een fingering weight garen hebt en een contrasterende lace weight garen hebt. En ik vond dat heel moeilijk, want ik dacht, ja, wat is nou een lace weight garen? En dat heb ik helemaal niet. En ik dacht, aan een lace weight, dan kom je al snel in een mohair, want dat is een dunne draad. En toen had ik gekeken, ik dacht, ja, ik heb ook dit garen wat ik heb gekregen. Dat is natuurlijk heel dun en dat zou best wel door kunnen gaan voor een lace weight. Maar ja, het is natuurlijk er zit natuurlijk geen rek, niks in, geen polyamide in, want het is een, volgens mij een katoen blend. Dus ik dacht, ja, ik vond het een beetje lastig. En ik was vanmorgen, had ik vroege dienst en ik zat op mijn werk nog eens rustig te lezen. Want ja, ik had daar eventjes tijd voordat iedereen wakker werd en ging beginnen. En toen zag ik opeens iemand en die had geschreven van de moderators, die schrijven altijd hoeveel garen hun gebruikt hebben en welk garen zij gebruikt hebben. En daar zag ik opeens in dat iemand Jawohl had gebruikt, die reinforcement klosjes. Garen. Ik weet niet of je wel eens Jawohl sokgaren hebt gebruikt, maar daar zitten dus die kleine klosjes in wat gebruikt kan worden bijvoorbeeld voor het, om te stoppen of om te versterken. En ja, die hadden ze gebruikt als contrast voor het patroon, waarvan ik toen nog niet natuurlijk wist wat het patroon zou zijn. En ik dacht, ik heb een tijd geleden een truitje gemaakt van dat Jawohl garen in een bordeauxrode kleur. En ik heb daar heel veel van die klosjes van in die kleur. Dus toen ik thuis was, vanmiddag, heb ik gelijk die klosjes tevoorschijn gehaald. Tenminste, ik wist waar ze lagen. En toen ik op mijn werk later zat in de ochtend, zag ik het patroon voorbij komen. En kon ik het uitprinten en in mijn pauze heb ik het doorgelezen en allemaal dingen aangevinkt met mijn markertjes. En verder kan je dan niks, dan moet je op je handen zitten. Nou ja, ik zit niet op mijn handen op mijn werk, maar ja, dan moet je wachten. Dus ik ben nu thuis gekomen en kon ik lekker aan de slag. Het patroon heet Nuppie. Ik laat het zo zien. Nuppie. Het is een heel leuk patroon met een lace gedeelte. En dit is dus waar je het lace garen voor nodig hebt. Ik kan het niet helemaal optillen, want daaronder staat al het patroon uitgelegd. Maar je breidt dus een boord. Daar brei je een stukje, een klein stukje, met een, hoe noemen we dit, voor steekje. Ja, een brioche steekje in, een overslag. Die brei je later weer weg. Dus het is niet helemaal brioche, maar met één brioche steek je erin. Dat heb ik al eens eerder gedaan. Dat kan ik wel. Van brioche krijg ik al gelijk allemaal vlekken. Want daar ben ik dus niet zo goed in. Maar dat ene steekje lukt me wel. Daar brei je dus een stukje voorbij de boord in die brioche ding steekjes. Dan ga je, even kijken hoor. Wat doe je dan nog? Dan ga je de boord volgens mij nog een stukje breien en dan vouw je hem dubbel. Dus, en daarna komt het leespatroon met de nups, met de bobbeltjes. De nups, dat nups zijn bobbeltjes. Het patroon heet Nuppie, dus van de bobbeltjes. Ik zal even kijken of er in het patroon ook een duidelijkere foto is van het, dat is er niet, van het leesstukje. Het is best wel weer een patroon met een heleboel charts. Een chart is een kaartje met tekentjes. Dus is er één voor in de boord. Dan is er één voor het leesgedeelte met de contrasterende kleur. Dan zijn er wel nog drie charts. Eén voor het been en één voor de hielmindering en één voor de voet. Dus nou kan mijn lol weer op met mijn charts. Daar word ik altijd heel gelukkig van. Maar ik wil natuurlijk laten zien wat ik heb gekozen voor garen. Ja, ik ben een beetje saai, ik weet het. Maar ik heb weer gekozen voor de Junior Raggi. Ik vind het gewoon zo'n fijn basis sok garen. Dat heb ik al eerder gezegd. Als het in de aanbieding is bij Edna, dan sla ik het grof in. Want ik ben er echt heel tevreden over. Dit is mijn hoofdkleur. Nou was ik aan het twijfelen of dit nou dezelfde kleur is
als die voorgaande sokken die ik heb gebreid. Want daar heb ik ook dit garen gebruikt. Nou, dat ga ik opzoeken en daar kom ik dan morgen of overmorgen op terug. En dit wordt dan mijn contrast. Dat is dat bordeaux rood. Daar ga ik dat leesgedeelte mee breien. Ik heb daar 4 klosjes van. Als ik het goed heb begrepen, heb ik er maar 2 nodig. Dus nou, ik kijk. Zo gaat het worden. Ik heb een beginnetje gemaakt. Ik heb 2 van deze bolletjes, want dit zijn bolletjes van 50 gram. En ik heb ergens nog een verdwaald half aangebroken bijna op bolletje. En ik heb dit stukje van de boord gebreid. Het is een recht met een averecht recht door de to the back loop en een averechte steek. Nu ga ik beginnen aan het kleine stukje met het brioche steekje. Dan doe ik er nog zo'n stuk op en dat klap ik dan dubbel. Dan ga ik beginnen aan het leesgedeelte. Dus ik hoop dat ik vandaag dat stukje af krijg. Zodat ik morgen, want morgen moet ik ook werken. Dan hoop ik dat ik morgen aan het leesgedeelte kan gaan beginnen. Maar ja, daar kom ik dan morgen wel weer op terug. Tot zover. Dat is wel weer interessant om te noemen. Ga ik toch even klikken in mijn... op mijn computer. Ik wilde eigenlijk nog eventjes noemen hoeveel mensen er meedoen en hoeveel mensen er afvallen deze ronde. Dat is wel leuk, hè? Er van mijn team Lemmington, doen er 32 mensen mee. Er doen wel meer mensen mee, maar 32 mensen beginnen aan voor de Madness. En er gaan er 20 door. Dus deze ronde vallen er 12 mensen af. Dat is best wel veel. Maar goed, ja, ik ga het zien. Ik denk dat het best wel een snelle ronde zal zijn, want het is een leuk patroon. Of er zit nog een dikke adder onder het gras. Dat kan, hè. Of dat je denkt dat het moeilijk is en het is niet moeilijk. Maar ja, ik ga het zien. Ik heb mijn favoriete sokkennaaltjes. Ik heb nu wel de goede gepakt. Dit is zelfs een naaltje 2, want ik heb in mijn vinger gesneden vanochtend. Hartstikke fijn. Dit is een naaltje 2 en dan nog op de naaltje 2,5 en 2,25. Dus nu hoop ik dat het niet van die belachelijk grote voeten krijgen aan die sokken. Zodat ik als ze klaar zijn nog een stuk moet innemen. Maar ik ga gewoon mijn best doen. En ik kom er morgen weer op terug. Nou ja, dat zie je na dan, hè. Tot zo, dan ga ik zo. Vandaag is het 4 april donderdag. Ik ga weer verder met mijn sok madness sok. Ik keek even in het forum. Er zijn al 6 mensen klaar. 6 mensen klaar. Hoe kan dat nou? Die mensen hoeven vast niet te werken. Dat is het. Dat is het gewoon. Nou ja, 6 mensen. In welke teams eigenlijk? 1 in team S. In team V. Oh, in de snelle teams. 3 in team Z. Oh. Goed. Gisteren was het woensdag. Toen ben ik begonnen natuurlijk aan mijn sok. Toen ik uit mijn werk kwam. Ik wilde dan eigenlijk heel graag de board af hebben. Maar ik had gisteravond ook nog een breiavondje. En ben ik wat verder gekomen dan wat ik eigenlijk bedacht had. Dus daar ben ik eigenlijk wel blij mee. De board met het leuke brioche randje. De steekmarker van die ik bij Willow & Vine kocht natuurlijk. Het leesgedeelte en dan weer een brioche randje. En achter het leesgedeelte zit ook nog een gedeelte... Recht. Het is wel heel leuk. Dat recht klap je dan naar binnen. En dan brei je dat lees. Maar ik dacht, wat een monsterlijk dikke sok. Maar als ik dan dit doe. Kijk. Dan wordt het gewoon een rechte sok. En dan komt het lees helemaal mooi tot zijn recht. Ik zie hier, dat ziet er wel een beetje gek uit. Daar moet ik nog even naar kijken. Maar dan heb ik toch een hartstikke mooi leesgedeelte gebreid van mijn dunne wolletje. Van het Jawol sokkenversterkingsgaren. Dus nou ja, hier zie je nu, heb ik een beginnetje gemaakt met het leesgedeelte in de voet. Dat is nog een chart. Dus dan ga ik ermee aan de slag. Ik moet zeggen, ik voel hem niet zo vandaag. Ik ben denk ik gewoon moe van het werken. 3 vroege diensten, ja, dat hakt er gewoon wel een beetje in. Maar ik heb voor mezelf een lekker koffietje gemaakt. Het is 4:30, dus ik hoef nog niet aan het eten te koken. Ik ga gewoon nog een stukje breien. En ik zie wel even waar het schip strandt. Morgen heb ik allerlei afspraken. Ik hoop gewoon dat ik morgen voorbij de hiel kom van deze sok. En ik zie het wel. De moed is me een beetje in de schoenen gezakt. Maar ik blijf positief. Zeg nooit, nooit. En het is tenslotte maar gewoon voor de aardigheid om eraan mee te doen. Dus ik ga ervoor.
ga ik zo woep, naar de volgende. Oh nee, vandaag is het 5 april, vrijdag. Ik heb mijn vrije dag. Ik ben al lekker opgestart. Ik zit aan het ontbijtje. Ja, ik heb een vrije dag. Maar wel wat afspraken. Dus het wordt een goede combinatie van vrije tijd en breitijd en gezelligheid. Leuk. Ik heb gisteren, heb ik de hiel ingezet in mijn sok. Ik ben nog bezig met de hielminderingen. Hij wil ook nog niet. Het is nog ochtend voor mijn cameraatje. Even kijken. Wil je hier op scherp stellen, ja of nee? En heb er geen zin in. Nou ja, ik denk dat hij het zo wel wil doen. De hiel zit in en ik ben bezig met de minderingen voor de hiel. Het is een leuke hiel met een leuk detail. Die hielen zijn in deze sock madness toch wel... het is echt ochtend. De hielen zijn in de sock madness wel leuk deze keer. Heel leuk en dit is wel gewoon een heel flap en met een heel turn onderaan. Maar wel leuke minderingen erin. Dus ja, het was heel leerzaam en leuk om deze keer mee te doen. Ik zag in mijn team, is er al één iemand klaar. 19 plekjes over. Ja, ik kan niet meer dan dat ik doe. Ik doe mijn best. En er zijn in totaal al 24 mensen klaar. Dus nog 496 plekjes over in de hele madness. Nou, ik ga lekker aan de brei. Om 8 uur zag ik dat er... training was van de Formule 1, want ik kijk heel graag naar de Formule 1. Dus dat is wel leuk om te combineren. Dus ik denk dat ik dat lekker ga doen. En dan kom ik later deze dag nog een keer terug. En ik moet vandaag mijn filmpje opnemen. Dus ja, ik heb wel wat verplichte nummers. Maar goed, doei! Nou, het is vrijdag nog steeds 5 april. Ik heb even wat anders aangedaan, want ik ben helemaal nat gezeken. Fijn. Ik ging naar een afspraak en ja... Het is Nederland, we wonen in Nederland, dus het regende. Dus ik was lekker nat geregend, maar toen ik thuis kwam dacht ik, nou ja, prima. Ik heb een vrije dag, dus het maakt niet uit. En ik ben gaan breien en ik heb één sok af voor de madness. Hij ziet er een beetje klein uit, maar het komt omdat het een klein blokkertje is. Want het is echt best wel een goede sok en hij past goed. En ik ben heel tevreden met mijn resultaat tot zover. Ik heb begrepen dat meerdere... Er hangt hier een draadje, want er moet aan de binnenkant een draad zitten. Dat zal ik zo laten zien. Ik heb begrepen dat heel veel mensen problemen hebben met de nups. Hoe noem je dat? Bobbeltjes. Ik had daar ook wel wat problemen mee. En ik heb nu een tip gekregen hoe ik het bij mijn volgende sok anders kan doen. Dus daar ga ik vandaag aan beginnen. En dan hoop ik dat ik, dat ik daar aan toe kom. Maar ja, het is echt wel een heel leuk patroon met een leeswerkje erin. Kan je natuurlijk lekker niet zien op zo'n lichtgaren. Inderdaad heb ik dit garen gebruikt voor mijn eerste kwalificatiesok. Heb ik hetzelfde garen gebruikt. Het junior raggie van Edna. Ja, het is echt mijn favoriet. Ik ga aandelen vragen. Het draadje zit aan de binnenkant omdat ik hier moet laten zien dat ik 30 toeren heb gedaan... achter het leeswerk. Kijk, dat is het de verrassing van deze sok. Het leeswerk, daarachter zit nog een aantal toeren recht. Dus dat is een hele leuke verrassing. En ja, wel een beetje gepruts. Dat wel. Maar erg leuk om te doen. Ik heb er echt van zitten genieten. Ik ben helemaal losgegaan op de charge met mijn markers in kleuren. Dat komt omdat je doet zeg maar twee samen breien of slip slip knit. Dus de knit two together of slip slip knit. En daarvoor of achter een yarn over om zo'n leespatroontje te krijgen. En om dat patroon dan een beetje snel te bekijken heb ik zeg maar de knit two together in een blauwe, met een blauw stiftje aangestipt. En de slip slip knit in een groene. Zodat als ik dan in één opslag kijk op het patroon, dan zie ik van dit is die kleur. Of de groene, ik heb een roze gedaan, een blauwe en een roze. Ik denk dan zie ik een goed verschil. Dan zie ik blauw, dat is knit two together. Zie ik roze, weet ik een slip slip knit. Dan hoef ik niet helemaal te kijken en dan weer op mijn legenda te lezen.
is misschien een tip. Nu gaat het op snelheid, maar ik doe het vaak ook wel in leespatronen. Omdat ik dat zelf gewoon heel erg prettig vind, dat het in kleuren is. Zodat je het ook niet de hele tijd op de legenda hoeft te kijken wat je nou moet doen. Maar dat je wel het juiste doet. Maar goed, hij is af. Ik had het niet verwacht. Het is natuurlijk vrijdag, dus we hebben woensdag het patroon gekregen. Dus er is nog steeds één iemand klaar. En ik heb wat mensen gesproken die ook bezig zijn, die nog niet zo ver zijn. Dus nou, dat gaf mij weer hoop. Gisteren had ik de moed een beetje in mijn schoenen, omdat ik dacht, ja, ik weet het nog zo net niet. Maar ik ga vandaag gewoon door. Ik heb een goede brei. Ik heb vanmiddag nog eventjes een afspraak. En ik moet een pakje ophalen. Want iemand heeft mij iets opgestuurd. Dus dat vind ik wel heel leuk. Maar ik ga eerst, denk ik, even een stukje breien. En dan een filmpje opnemen voor die jullie vandaag zien. Waar dit in gemonteerd is. En dan weer vrolijk verder. Dus ja, tot zover de madness. Terug naar het stoeltje. Ja. Ja, dat is heel fijn dat één sok in ieder geval klaar is. De tweede sok ben ik aan de boord begonnen, maar ik ben nog niet zo ver. Maar het geeft me in ieder geval weer de moed om verder te gaan. Want de moed was me van de week, ik denk omdat ik gewoon ook moe was, een beetje in mijn schoenen gezakt. In mijn team is er nog steeds maar één iemand klaar. Dus er zijn nog 20 plekjes, dus ik ga ervoor. Maar ik heb ondertussen ook een fijne tip gekregen hoe ik die nups, dat had ik volgens mij al verteld, hè, hoe ik die beter kan doen. Dus in de volgende sok ga ik die zeker toepassen. Maar erg leuk patroon. Dus weer een heel leuk detail op de achterzijde. Dat wilde ik natuurlijk laten zien, maar dat ging niet echt. Ik zal even een slagje draaien op de blokker en dan wordt het ook een beetje opgespannen. Maar heel leuk detail. Wat toch wel echt wel leuk is eigenlijk. Al die verschillende soorten van hielen breien. Kijk hoe leuk dat is. En dan gaat het zo in de van boven naar beneden. Horizontaal in plaats van verticaal. Ja, ik vind dat echt wel grappig. En het is ook wel iets waar je dan je aandacht bij moet houden. Ja, het kleine brioche steekje wat hierin verwerkt zit. Ja. Dit is iets wat ik wel beheers. Dus dat lukte mij dan nog wel. En dan gewoon ja, het lees wat in het patroon zit. Ja, dat is natuurlijk superleuk. Dus op naar sok 2. Het is niet zo'n heel lang been. Dus dat is wel fijn. Maar omdat je natuurlijk hierachter ook nog een rand grijs breidt, brei je dit stuk eigenlijk twee keer. En dat zijn 30 rondes. Dus het zijn toch wel aardig wat steken die je maakt. Dus ja. Maar dit is de eerste en ik ga straks gauw verder met de tweede. En dan zal ik in mijn filmpje van volgende week vertellen hoe het afgelopen is. Want dat weet ik natuurlijk nog niet. Ik ben bang dat dit weekend wel heel snel zal gaan in de groepen. Ik zie wel en ik hoop dat ik nog een rondje mee kan. Als ik eruit lig, dan is het jammer. Ik ben heel tevreden dat ik tot de derde ronde ben gekomen. Mijn sokken hangen nog steeds daar. Maar het zou natuurlijk heel leuk zijn als dit paar wat ik dan heb daar ook bij kan komen. Maar goed, dan ga ik dan volgende week, hou ik je daarvan op de hoogte. Lekkere cliffhanger deze week. Om verder te gaan met de volgende sok, wil ik het hebben over mijn nieuwe patroon, de Katla sokken, die deze week vanaf nu op Ravelry te koop staan. Het is een heel leuk natuurlijk vind ik al mijn eigen patronen leuk. Het is een sokkenpatroon. Vrij een rechte achterkant en een rechte onderkant natuurlijk. Want je wil geen werkje op de onderkant. En boven en op de voorkant van de sok zit een bobbeltjespatroon. Ik raakte geïnspireerd tot het maken van dit patroon toen ik de Katla grot bezocht. Toen ik op vakantie was in IJsland. Het is een vulkaan, de Katla op IJsland. En daaronder waren allemaal ijsgrotten. Ik vond het zo bijzonder om dat te zien. Het filmpje van mijn reis naar IJsland en het ontwerp van deze sok zal ik aan de hand van zo'n i'tje invoegen. Dan kun je kijken als je dat leuk vindt. Het was een hele fijne manier van ontwerpen. Een week vakantie en dan een paar sokken ontwerpen. Ik ben voor. Ik wil dit jaar nog graag 5 paar sokken ontwerpen. Nee hoor. Mijn baas ziet me aankomen. Ja, ik wil 5 weken vakantie, want ik moet een paar sokken ontwerpen. Maar dat werkt zo niet.
Dit paar is geëdit bij Anke. Anke Rinkhoff is mijn tech editor en daar ben ik heel blij mee dat ik haar gevonden heb. Dankjewel Anke voor het editen van dit patroon. Ondertussen is ze alweer voor mij aan de slag met het volgende patroon. Maar daar ga ik voorlopig niks over vertellen, want dat is voor iemand anders. En dat komt pas in september, dus die hou ik nog eventjes voor mezelf. Maar dat je niet denkt dat ik ingeslapen ben op dat gebied, want ik ben druk bezig. Maar ja, ik heb twee opdrachten gekregen die ik eerst graag af wil maken. En dan kom ik weer terug met een nieuwe sokpatroon. Dus dit is voorlopig even het laatste sokpatroon wat van mij komt. De Katla sokken. Vanaf nu zijn ze op Ravelry te koop. Ik heb het even opgezocht. Het is al even geleden hè, dat ik het patroon ontworpen heb. Dus sorry. Het is een patroon in 5 maten beschikbaar. En het patroon is geëdit en getest. En tijdens de test kwamen er een paar kleine dingetjes naar voren die veranderd en aangepast zijn. En verder was het helemaal prima. En vanaf vandaag staat het patroon te koop op Ravelry. Ik zal een linkje onderin de beschrijving zetten. En tot, even kijken, ik heb dat opgeschreven. Tot 18 april is het met een introductiekorting te koop. De introductiekorting die is er gelijk als je afrekent op Ravelry. Dus hoef je geen code in te voeren. En is alleen geldig op het patroon van de Katla sokken. Ja, wat kan ik er verder nog over vertellen? Patroon is in het Engels. Ik maak eigenlijk alleen maar Engelstalige patronen. Behalve als er een verzoek is om het ook in het Nederlands te doen. Eigenlijk zijn allemaal patronen in het Engels. En ja, ik weet niet waarom. Ik brei ook heel graag Engelstalige patronen. Dus ja, voor mij is het, ik weet niet, nog niet interessant om het ook in het Nederlands te vertalen. Wel jammer dat sommige mensen het dan niet kunnen maken. Maar het is ook heel veel werk om het dan ook nog te vertalen naar het Nederlands. Dus wie weet als ik heel veel tijd over heb dat ik dat alsnog ga doen. Maar vooralsnog nog niet. Mijn testers hebben ook hele mooie exemplaren gemaakt. Ik zal hier iets invoegen van de foto's van de sokken van mijn testers. Ik had 3 testers deze keer. Het was een kleine testknit. Maar ik ben zeker heel tevreden over hun input en hun resultaten. En ik ben ze heel erg dankbaar dat zij de tijd hebben genomen om dat te breien. En ik hoop dat er veel mensen ook de Katla sokken gaan breien. Dus ja, ik zie graag jullie exemplaren tegemoet op Instagram of Ravelry of ja, misschien een keer in het echt. Dus dat lijkt me heel erg leuk. Dus ja, dat was sok nummer 2 ontwerp of sok patroon nummer 2 waar ik het over wilde hebben vandaag. Ik weet niet, het zal denk ik niet zo'n heel lang filmpje worden. Omdat ik ook graag nog weer verder wil breien aan mijn Madness sok. Maar er waren een paar dingen die ik zeker wilde vertellen. Dus ja, daar gaan we maar voor hè. Ik wilde het ook nog hebben over de Seasonal Sock Along. Ik heb een ik organiseer dit jaar de Seasonal Sock Along 24. Voor elk seizoen heb ik een paar sokken uitgekozen wat ik wil breien. En ik heb gevraagd of er mensen waren die mee wilden breien. En de wintertijd, dus de maanden januari en februari en maart, hebben er heel veel mensen de winterstrolsocks gebreid die het winterpatroon waren. En voor de lente heb ik deze had ik uitgekozen, de Early Spring Socks door Christy Hutton. En een heel mooi patroon met een leuk werkje aan de voorkant, een leesgedeelte en een shadow wrap short row. Nee, dat zeg ik niet. Dat is niet waar. Er zit een afterthought heel in. Maar ik heb gezegd, je kunt eventueel ook kiezen voor een shadow wrap short row heel. Of als je dat zelf heel fijner vindt, een heel flap en een spie erin breien. Dus meerdere opties natuurlijk mogelijk. En allemaal naar je eigen believen aan te passen. Dus ja, ik heb gezien dat er op Ravelry 3 projecten van gestart zijn sinds de laatste keer dat ik het patroon heb genoemd. En ondertussen wel wat meer mensen het in de planning hebben. Maar ik weet ook dat niet iedereen een Ravelry pagina maakt. En dat hoeft ook helemaal niet. Van de sokken
die die maakt. Ik vind het wel heel leuk als je het deelt op Instagram met de hashtag seasonalsokkelom24. En als je mij daar dan in tagt, lunasterknit, dan kan ik die foto's opslaan in een mapje op mijn telefoon. En kan ik straks aan het einde daarvan, van deze knit-along, een cadeautje weggeven. Want ik heb bij het winterpatroon had ik natuurlijk een leuk pakket samengesteld met dingen die ik zelf had gekocht en had gekregen. En ondertussen heb ik nog wat dingen binnengekregen voor de volgende pakketjes. Dus het wordt steeds interessanter om mee te doen. Dit patroon loopt tot 20 juni. Het is ondertussen natuurlijk april, dus eind maart is het begonnen. En tot 20 juni is de knit-along voor dit patroon. En ik heb in mijn stash gekeken wat ik voor wol had, waarvan ik dacht, nou, dat lijkt me heel erg leuk om aan te breien in die periode. Maar zojuist ben ik daardoor een beetje weer gaan wankelen. Maar goed, ik laat eerst zien wat ik heb uitgekozen voor mijzelf om aan te breien. Ik had deze streng van Crealine Design. Die had zij exclusief ontworpen voor Mirjam Molenbeek haren. Winkel toentijd. Mirjam Molenbeek heeft geen winkel meer. En Crealine weet ik niet of zij momenteel garen verf, want zij heeft een kindje gekregen. En volgens mij is het tweede kindje op komst of ondertussen al geboren. Maar dit garen heet een dansje in de regen. En ik vond het zo mooie kleuren om voor een lente sok. Ja, het leek me echt al dat frisse lentegroen. Ik dacht, nou, dit is helemaal mooi. En ik dacht als contrast voor de boord, teen en de hiel dit te gebruiken, omdat deze kleur blauw er een beetje in zit. Maar misschien is deze een beetje te licht. Nu als ik het zo op camera zie, ga ik weer een beetje twijfelen. Maar goed, ik heb ook zo'n kleur blauw, dus dat zou ook nog kunnen. Maar, wat gebeurde er? Ik kreeg een tijdje geleden een berichtje van Liane van Steekjes en zo, dat zij graag iets wilde doneren voor de Seasonal Sock Along en dan voor de winter editie. Omdat ik heb voor het lente- en het zomerpatroon al hele mooie garens gekregen. Die zal ik straks nog laten zien. Maar Liane wilde graag een donatie doen voor de wintereditie. En ik ging net even naar het pakje ophalen wat zij mij gestuurd had. Zit in die mooie schoenendoos. Maar ja, ik was zo onder de indruk van dit mooie pakje dat ik dacht, ja, dit moet ik toch even laten zien. Het zit natuurlijk in zo'n prachtig vloeipapiertje. Liane heeft een webshop in handgeverfde garens. Er zat een mooie kaart in. Blijf af en toe even stilstaan om het uitzicht te bewonderen. Nou, ik kan het daar alleen maar mee eens zijn. En zij gaf mij dit hele mooie pakket. Ik dacht, een mooie projecttas. Ze vertelde me zojuist, want ik had nog eventjes contact met haar, dat dit is een one of a kind. Zij heeft dit zelf gemaakt op de borduurmachine. Het is een stoffen projecttas met, en dit is een beetje sky-achtig, een soort uitgestanst zit het. De groen en daaronder zit geel. En dat is heel mooi gestikt. Een mooie bol wol. Prachtig. Met het labeltje eraan van Steekjes en zo. Het logo van Liane. En niet alleen is het een mooie projecttas, maar hij is ook nog eens gevuld. Met een mooi driehoekbuideltje. Waar je bijvoorbeeld je steekmarkeertjes in kan stoppen. Van hetzelfde materiaal als wat hierop zit. En de binnenkant is van dezelfde stof die hier aan de binnenkant zit. De binnenkant van het tasje heeft ook nog een vakje met een klittenband. En een stiekje. Elastiek om iets aan te maken. Dus nou echt, ik hou zo van die tasjes. Maar deze zit erbij voor je steekmarkertjes en zo. Zij noemt het een piramidebeursje. En daarbij zit een prachtige strenggaren. Heel erg mooi. Dus het heet Donderwolken boven land. Donderwolken boven land. Kijk eens eventjes. Hoe ontzettend mooi. Met geel, groen, zwart
en wit en daarbij een contrasterende gele streng. Nou, Liane, ik was helemaal onder de indruk toen ik het openmaakte, de projectbijdel. Alleen al vond ik een prachtig, vind ik een prachtige prijs. Maar deze dingen erbij, ja, dit is natuurlijk fantastisch. Liane heeft het zelf handgeverfd. Ik vind dat zo knap dat mensen dat kunnen. Nogmaals, ik doe dat niet. Ik vind dat andere mensen dat heel mooi kunnen. En ik geniet daar ook van. En ik vind dat we dat ook moeten stimuleren. Dat andere mensen dat, net zoals dat ik breipatronen ontwerp, vind ik het heel leuk dat andere mensen projectbuidels maken en wol verven. En ja, die steun ik heel graag. Maar in dat hele mooie pakketje wat Liane mij stuurde, zat nog een cadeautje waar ik helemaal niet op gerekend had. Maar daar zit voor mij ook een set in van mijn batterij was op. Maar in dat pakket zat dus voor mij ook zo'n set van donderwolken boven land. En toen dacht ik, ja, maar dit is mooi voor die lente sok. Dit is prachtig met dat geel. En ja, dus nu ben ik aan het twijfelen wat ik zou doen voor mijn lente early spring socks. Want dit vind ik ook wel heel erg mooi. Nou vind ik de geel en groen en ja, prachtig. Dus ik ben helemaal aan het twijfelen. Maar goed, ik ben nu nog druk bezig met mijn Sock Madness sokken. Dus ik heb sowieso nog niet de drive om te beginnen aan mijn lente sokken. Wat ik wel wil als ik mijn andere sokken af heb. Maar wat ik ga doen, ik ga deze twee combinaties. Zou ik deze kunnen combineren? Nee, dat is niet mooi. Deze twee combinaties neerleggen bij mijn bureau. En ik ga gewoon elke keer kijken en bedenken, ja, wat ik ga gebruiken. Want ik weet het gewoon niet. Wat heeft de voorkeur? Wat vind jij mooi? Wat vind je mooi bij de lente passen? Wat is echt mooi voor lente? Dat je zegt, nou, dit is echt prachtige lente kleuren. Liane, ik vind het schitterend. Ik wil je nog eens een keer, ik heb je al bedankt, maar ik ga je nog een keer hartelijk bedanken. Het wordt nou ineens weer een beetje donker, want net scheen de zon. Maar nu is het weer bewolkt. Maar Liane, wat een kunstenares ben je. Prachtig. Ik weet dat je aan je hand geopereerd bent, dus dat je even niks kan. Je moet even op je handen zitten. Heel vervelend. Dat vinden wij handwerksters helemaal niet leuk. Maar genezen is ook belangrijk, dus neem vooral je rust en heel veel beterschap. En ik heb je al laten weten dat ik erover nadenk om deze te gaan gebruiken. Dat vond je heel leuk. Je was heel nieuwsgierig hoe het dan zou worden. Dat ben ik ook wel, maar twijfel, twijfel, twijfel. Gelukkig heb ik nog even tijd om erover na te denken. Maar oh, wat een prachtige, prachtige donatie. Echt hoor, zo'n prachtige. En oh ja, Liane vertelt ook nog, dit is een one-of-a-kind project bag. Want ze heeft dit gebruikt voor een tutorial voor haar machinaal borduurgroep. Dus daar is er maar één van. En nou, echt. Ik hoor een duif. Er zit een duif op het dak. Ja, ik zit op zolder, hè? Dat heb ik wel eens vaker verteld. Dus deze gaat in de la van het logeerbed en die komt er van de winter nog een keer uit. Dan laat ik hem zeker nog een keer zien. Maar super bedankt voor deze mooie donatie en ja, dat maakt het meedoen heel interessant straks, hè? Voor het lentepatroon is het natuurlijk alsnog interessant, want ik ga even weer een cadeaumandje erbij pakken. Daar had ik natuurlijk voor de giveaway van de Early Spring Socks. Die loopt natuurlijk tot eind juni. En tot die tijd kun je de sokken breien en kun je meedingen naar dit mooie mandje met prachtige garens. Het linnengaren van Jerbo, wat ik heb gekregen van Edna. Ik zag dat deze strengen nu in de aanbieding zijn voor een tientje per streng. Dus ja, als je nog wat bijbestelt, als je het, ja, dat tegen die tijd dat ik het ga weggeven, is het natuurlijk niet meer in de aanbieding. Maar ja,
dan weet je ongeveer de prijs. Ik geef uit mijn eigen voorraad natuurlijk een streng van opal in een mooie kleur. Steekmarkeerders en naaldstoppers. Een mooi tasje van de Navy Knitter. Een yarn cozy waar je je streng, als je die opgebold hebt, in kan doen. Zodat die mooi compact blijft en dat je niet allemaal yarn overal hebt zitten. En natuurlijk dit prachtige handgeverfde garen wat ik heb gekregen van Leap Yarns. Met het mooie steekmarkeerde van de kikker eraan. Ook heel mooi lenteachtig met prachtige kleuren. Nou, ik zit wel goed in de handgeverfde garens vandaag. Dit is natuurlijk bij de giveaway van het lentepatroon. Ik laat het nu voorlopig even niet meer zien. Misschien eind mei nog eventjes. Maar ja, dit zit er tot zover in. Dus brei je mee aan de Early Spring Socks. Tag mij er zeker in op Instagram. Gebruik de hashtag seasonalsokkelong24 en tag mij erin Luna Sternit. Dan kan ik de foto opslaan en kun je meedingen naar de inhoud van dit mandje. Dit is wel leuk dat ik het allemaal heb, maar ik mag het allemaal niet houden. Nee, ik ben ook heel blij met wat ik allemaal heb gekregen, want ik heb niks te klagen. Nee, ik vind het ook gewoon zo leuk om weg te geven. De ontvangster van het pakket van de winterstrolsokken was er ontzettend blij mee. Ze ging handschoenen maken voor haar kleindochter of dochter. En de andere garens kwamen ook van pas. Ze was er heel erg dankbaar voor. Dus dat is al inderdaad verzonden. Dus ja, heel goed. Dus even een beetje inzoomen op mij. Vorige week in mijn filmpje had ik het nog over adventkalenders. Daar wil ik nog één klein dingetje over vertellen. Marianne van Leap Yarns die stuurde mij nog een berichtje om te vertellen dat zij dit jaar ook een adventkalender heeft in de verkoop in haar winkel. Je krijgt dan 4 grote strenge handgeverfd garen met een bijpassende contrasterende streng. Ik zal het nog eventjes voordat ik iets zit te liegen. Het is een streng voor elke adventzondag van 100%, van 80% merino, 20% nylon. Dat is net als deze. Met een bijpassende mini inderdaad. Dus je krijgt dan 4 grote strengen met minis. Dus ja, een streng is 100 gram, dus 400 gram. En 4 minis van denk ik 20 gram. Dus je hebt dan 480 gram. Garens en zij heeft daarvoor een moodboard gemaakt. Dat is deze. Ik weet niet of ik die kan zien. Nou, anders dan zal ik hem wel hier invoegen. Een moodboard gemaakt met 4 vakjes waarin je kunt zien welke kleuren zij gaat gebruiken. En erg mooi. Dus, en ik heb even gekeken, zeker betaalbaar. Dus wil je niet allemaal kleine minis waar je vervolgens misschien niet zo goed weet wat je ermee moet. Ik heb daar vorig jaar wel een video over gemaakt van wat je kunt maken met adventsminis. Misschien wel een leuk idee om die te kijken als je eens wat meer inspiratie wil. Maar een adventkalender met 4 grote strengen is natuurlijk ook hartstikke mooi. Dus dat wilde ik nog even onder de aandacht brengen. Nou, dit was het laatste wat ik wilde vertellen over van deze week over de Seasonal Sock Along. Ik wilde nog wel vertellen, wil je ook nog meer sokken breien? En vind je de Sock Madness waarin je 2 weken de tijd hebt voor een sok een beetje te snel gaan? Is er ook nog de Sokkengekte Call van Mirjam Molenbeek. Die loopt van 10 april tot 22 mei. En kun je in die periode ook sokken breien en op de site van Mirjam, op de Instagram pagina van Mirjam kun je daar meer over vinden. Zij heeft dit jaar een aantal jubilea die ze viert. Dus dit zal ook feestelijk gevierd worden. Ik denk ook wel met cadeautjes. Dus het is zeker een tip als je bijvoorbeeld meedoet met de Early Spring Socks om daar wat later aan te beginnen. En ze dan ook voor de Seasonal Sokkelong te gebruiken, maar ook voor de Sokkengekte Call. Het is maar een tip, hè? Dan kan je dubbel meedoen in 2 knittelongs. Volgens mij heb je ook nog de One Sock Every Month knittelong.
Dat je elke maand een paar sokken kan breien. Dus dan kun je hem daar ook nog in doen als, als deelname. Maar ja, kijk, zelf doe ik eigenlijk alleen maar... Nou, ik doe de seasonal sokkelong, doe ik ook wel dubbel dippen. Misschien win ik ook nog een prijs. Dat zou leuk zijn. Maar ja, als je tot zover hebt gekeken... Ik wil je heel erg bedanken. Ik ga verder met mijn Sock Madness sok. Vind je het leuk? Wil je nog meer van mij zien? Dan komt hier nog een suggestie voor een andere video. Volgende week heb ik dan weer een ander soort video waar ik denk ik wat meer op één project inga. Maar tot zover bedankt en een fijn weekend. Doeg!